Welkom jongens en meisjes, de nieuwe serie gaat nu echt beginnen. Ik heb er onwijs veel zin in, ik hoop jullie ook. En weet je wat, ik maak er gewoon niet een al te lange intro van. Laten we maar meteen beginnen. Je coins, goedkoop en snel bij futstore.nl. En gebruik de code BAWZ voor ook nog eens 5% korting. Yo gasten, FIFA BAWZ hier. Ik heb al een aflevering hiervoor gemaakt, maar dat was meer een soort van introductie waarin ik de regels uitlegde. En jullie mochten natuurlijk een speler uitzoeken. Ik vind het ook wel even leuk om te laten zien wie de nummer 2 en 3 en zo zijn geworden van de spelers. Dan wordt het toch nog een beetje spannend wie het uiteindelijk is geworden hoor. Dat is helemaal niet spannend. Iedereen weet al dat je Beugelsdijk gaat gebruiken. En jij moet je bek houden. Zo. Maar ik ga toch even de spelers opnoemen die het uiteindelijk niet zijn geworden. Er waren een aantal spelers met een stuk of 10, 15 stemmen. Zoals Aubameyang, Royce, Tevez, Lewandowski. Dat waren best wel populaire spelers, maar die zijn het allemaal niet geworden. En er sprongen echt 2 spelers enorm uit. Eén van die spelers was Pogba, die had enorm veel stemmen en natuurlijk ook echt een beest. Maar ja, wie het uiteindelijk is geworden is natuurlijk Tommy Beugelsdijk in vorm. Het is natuurlijk niet een van de beste spelers. Maar ja, Tommy is echt een held. Ik heb er zin in, ik heb hem gewoon in de spits gezet in dit geweldige team. Nee, het is echt een kutteam. Maar dat maakt niet uit. Ik vind dat ik best wel een mooi iets heb gemaakt van het team. Gewoon een lekkere hybrid. Maar mocht je de regels van deze serie nog niet kennen, het is niet heel moeilijk. Ik moet gewoon wedstrijden spelen en dan moet ik upgrades verdienen. Zodat ik mijn spelers kan upgraden en jullie mogen bepalen welke spelers ik dan moet upgraden. Daar komt het eigenlijk op neer. En wil je precies weten hoe ik die upgrades krijg en zo, dan moet je even de eerste aflevering kijken. Maar laten we nu maar het eerste potje gaan spelen. En ik hoop natuurlijk dat het eerste potje gewoon lekker goed gaat. Oh ja, trouwens, ik was nog iets vergeten te zeggen. Bij elke 200 likes op dit filmpje mag ik de volgende aflevering een extra upgrade doen. Stel dit filmpje zo 600 likes krijgen, dan mag ik 3 extra upgrades doen. Dus dat zou super nice zijn. Dus doe even allemaal dat duimpje omhoog. En laten we nu echt maar het potje gaan spelen. Nou, mijn eerste tegenstander. Oké. Ik ben echt fucked. Holy shit, die kill heeft gewoon een helemaal goud team. En dan moet ik met mijn noob brons teampje met Beugelsdijk in de spits hiervan gaan winnen. Maar ja, ik ga gewoon mijn uiterste best doen. Mijn tegenstander moet wel extreem slecht zijn, wil die dit trouwens verliezen. Ik kan het gewoon bijna niet winnen. Hoe kan je met een brons team van zo'n team winnen? Ja. Ik heb hier gewoon een kans voor, zitje. Kom op. Oh, daar stond niemand. Maar ik heb de bal. Wat doet die jongen? Yo man. Ja, Beugelsdijk schiet en no! Ik sta gewoon 1-0 voor en Beugelsdijk scoort. Kom, super nice. Dat betekent dat ik sowieso al 1 upgrade heb verdiend. En als ik deze wedstrijd natuurlijk win, dan heb ik ook gewoon 2 upgrades erbij. Wat is mijn tegenstander trouwens super slecht dat hij met zo'n team gewoon achterkomt tegen gewoon een helemaal brons team. Beugelsdijk, wat ben jij een beest? Ik heb trouwens Beugelsdijk natuurlijk in de spits gezet, omdat ik voor elke goal die ik met hem scoor een extra upgrade mag doen. En als ik hem gewoon achterin inzet, dan scoort hij natuurlijk nooit. Dus daarom heb ik hem in de spits. En tot nu toe gaat het eigenlijk best wel goed. En gelukkig kom ik hier goed weg. Hoe kan dit? Ik heb gewoon geschoten met Beugelsdijk. Dat was overduidelijk. En er staat dat ik niet eens 1 schot heb. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Stomme jee. Maar het is ondertussen dus rust en ik sta nog steeds 1-0 voor. En dat vind ik best wel heel knap van mezelf, want mijn tegenstander heeft gewoon best wel een ziek team. Maar hopelijk kan ik dit vasthouden, want het zal gewoon ziek zijn als ik mijn eerste wedstrijd op deze manier kan winnen. Kaboom! Het is geen Beugelsdijk, maar het is wel een goal. Ik sta gewoon 2-0 voor. Holy shit, dat dit gewoon gebeurt. Niet normaal. En trouwens, wat een zieke goal was dit. Gewoon voor een bronzen speler, hè. Recht in de kruising. Oké, daar ga ik weer, Ik wil nu weer met Beugelsdijk scoren en... Hieraan kan je toch wel zien dat Beugelsdijk geen spits is. Ik heb trouwens echt het idee dat mijn tegenstander een kind van 5 is of zo. Hoe kan je met zo'n team van een bronsteam verliezen? Maar hij scoort nu wel. Maar ja, dat boeit niet. Ik sta nog steeds voor. Maar dan moet ik dit natuurlijk wel even vasthouden. Nou, voorzet en Beugelsdijk op hem in. Dit is geen Beugelsdijk. Maar hij zit ook helaas net niet. Oh, dat scheelde echt weinig. Nee, doe het niet. Doe het niet, tegenstander. Doe het niet. Oh, gelukkig. Wat een zieke redding was dat. Holy shit, van de bronzen keeper. Oh, het was niet eens een redding. Hij ging gewoon naast. Maar dat was nog. Wat een mazzel. Oh nee, daar gaat hij. Veel te snel is hij nou vast. Niet normaal. Pak de bal af. Goed zo, verdediger. En het is nu echt bijna afgelopen. Ik moet nu niet de bal verliezen, maar ik verlies het nu alweer. En dan heeft hij weer een kans. Oh, dit scheelde echt helemaal niks. Ik kom hier zo goed weg, niet normaal. Hij fluit nog steeds niet af. Doe dan, hij fluit nu wel af. Ik heb de eerste wedstrijd gewoon gewonnen. Holy shit, met dit bronzen team, dat ik dit ooit zou winnen, dat had ik nooit durven dromen. Maar ik heb gewoon 2 extra upgrades erbij, omdat ik natuurlijk heb gewonnen. En ik had er ook al eentje van Beugelsdijk, omdat hij natuurlijk had gescoord. Dus ik heb op dit moment gewoon al 3 upgrades. En dan gaan we natuurlijk nu het volgende potje spelen. En ik hoop dat hij natuurlijk net zo goed gaat als deze. Mijn volgende tegenstander heeft gewoon weer een helemaal goud team. Maar dit gaat sowieso lastig worden als mijn tegenstander een beetje normaal kan spelen. Als hij ietsjes beter is als mijn vorige tegenstander, gaat het al lastig worden. Beugelsdijk, kaboom, oh geen kaboom, misschien nu dan een kaboom, geplaatst schot. Ja, dat scheelde maar. Zo'n groot stuk, jongen. Holy shit, wat ver naast. Nee, nee, doe het niet, doe het niet, doe het niet. Hij doet het wel. Shit, ik sta nu wel achter. Nee, dit is best wel jammer. Het ging op zich nog best wel goed tot nu toe. Hij had eigenlijk geen één kans, maar zijn eerste kans zit meteen. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Het staat gewoon al 2-0. Dat was trouwens best wel een ziek schot. Holy shit. Oké, nu Beugelsdijk, Beugelsdijk. Nee, dat was je kans, jongen. Die moest je gewoon scoren. Holy shit, nee. Als ik zulke kansen zelfs mis met Beugelsdijk, dan vraag ik me af of ik deze wedstrijd überhaupt nog een kans maak. Nee, 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 nee. Goed zo, keeper. En hij zit nu toch. Oké, ik heb het nu helemaal opgegeven deze wedstrijd. Wat ik nu gewoon wil doen is gewoon nog één keertje scoren met Beugelsdijk. Zodat ik in ieder geval daar nog mee een upgrade kan verdienen. Want winnen doe ik deze wedstrijd sowieso niet meer. Het is op zich ook wel logisch dat die 3-0 voor staat. Want met een normaal goud team moet je gewoon makkelijk van een brons team kunnen winnen. Ook al is diegene met de brons team de beste van de wereld. Je kan hier gewoon niet fatsoenlijk mee spelen. Nou, het is ondertussen rust. Ik sta 3-0 achter. Maar op zich, ik heb best wel een aantal kansen gehad. Maar ze gaan er gewoon deze wedstrijd helaas niet in. En bij mijn tegenstander lukt bijna alles. Hopelijk kan ik de tweede helft 1 keer met Beugelsdijk scoren. Oké, daar gaat Beugelsdijk met een zieke solo, zieke solo. Hij kapt hem weer af. En hij is de bal kwijt. Het was toch een kleine solo. Oké. Ja, ik heb niks aan een goal van een random iemand. Dus ik moet met Beugelsdijk scoren. En oh shit. Weer een best grote kans, maar weer zit hij niet. Beugelsdijk, je moet beter leren schieten, jongen. Oké, Beugelsdijk voor het goal. Kop hem in, dit is je kans. Shit, hij kopt hem wel heel goed in, maar weer geen goal. Hoeveel kansen heb je nodig om een keertje te scoren, jongen? En nu dan, nu dan, nu dan. Schiet, 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 schiet. Dit is je kans. Oh, wordt die geblokt. Nee, 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 nee. Hij scoort weer op een mega lelijke manier. Mijn keeper had de bal nog wel. En dan vervolgens in de rebound. Schiet hij meer in. Ik sta al 4-0 achter. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik voel het. Ik voel het. Ik paas hem op Beugelsdijk. En hij wordt weer geblokt. Nu dan paas weer. En Beugelsdijk. Boom. Eindelijk. Ik had echt niet normaal veel kansen nodig. Maar nu eindelijk scoor ik met Beugelsdijk. Yo, eindelijk. Gewoon weer 1 upgrade erbij. Deze aflevering gaat eigenlijk best wel lekker. De wedstrijd is afgelopen. Ik heb verloren, maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Want uiteindelijk heb ik toch nog met Beugelsdijk gescoord. En ik heb in deze aflevering dus in totaal gewoon 4 upgrades verdiend. Dat vind ik best wel knap van mezelf, aangezien dit team op dit moment gewoon nog helemaal brons is. Maar jullie mogen dus bepalen wie ik moet upgraden. Elke upgrade is 1 klein stapje, dus van brons naar zeldzaam brons, van zeldzaam brons naar zilver. Je zou zeg maar ook 4 upgrades in kunnen zetten op 1 speler. Dat hij bijvoorbeeld in 1 keer 4 stapjes omhoog gaat. Dan zou je bijvoorbeeld een bronzen speler in 1 keer naar een non-rechtgouden speler kunnen upgraden. Het is helemaal aan jullie. Laat maar weten wie ik moet upgraden. Maar dit was het al voor de eerste aflevering. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Volgende 15k pakket. Ja, ja, ja! Yes! Een inform, 81. Oh. Holy shit, holy shit! Toen Joran de 2 inform zag, werd hij een beetje gek. 81. Oh. Holy shit! Ik moet het niet gooien! mensen. Holy shit, ik kom bijna niet uit mijn woorden. Maar wat de fuck, dit heb ik nog nooit gehad. Hoeveel verkoopt die? Nou, 45, 50k. Het boeit me helemaal niks meer hoeveel die verkoopt.